Hoi allemaal en leuk dat je weer kijkt. Wat hebben we zaterdag toch een gezellige editie gehad van het Cavia Café. Tijdens deze middag kon iedereen die het leuk vond een bezoekje brengen aan onze opvang en gezellig cavia's aaien onder het genot van een drankje. En verder was er ook genoeg te doen, zoals een lekker hooibolletje maken voor je eigen dieren, zelf een kruidenmengsel maken in de kruidenbar en naar hartelust cavia's kijken. Een bingo met enthousiaste deelnemers en het feest was helemaal compleet. Iedereen die geweest was, bedankt voor jullie komst. We gaan de volgende editie rond de kerst plannen, dus wil je dan komen, hou het in de gaten. Met nieuwkomers was het relatief rustig deze week. Er kwamen 7 nieuwe cavia's bij. Dat waren om precies te zijn een stelletje lieve meiden die wegens allergie niet bij hun oude baasjes konden blijven. En een knap berenduo dat wegens een verhuizing kwam. En die laatste hadden geluk, want zij mochten diezelfde dag dat ze gebracht werden alweer verhuizen naar een nieuw onderkomen. De andere 3 cavia's kwamen wegens het overlijden van hun maatje. En als groepsdieren worden cavia's daar natuurlijk niet erg blij van om in een eentje te leven. Dan kan het een diervriendelijke optie zijn om een dier af te staan wanneer je als baasje besloten hebt geen nieuwe cavia's meer te willen. Alleen is immers helemaal niet leuk als je graag met zorggenootjes bent. Zo kwam er deze week ook een aantal mensen die wel weer een nieuwe huisgenoot zochten op date met hun eenzame cavia. En op die manier konden we ook weer een aantal schatjes voorzien van een nieuw kooigenootje, natuurlijk nadat ze in de opvang gekoppeld werden. Bedankt u voor het kijken en graag tot de volgende keer. Doei!